Leuk dat je weer kijkt naar alweer de vijfde video van deze week. Wederom een beursupdate. We gaan dus kijken naar het laatste nieuws. Wat hebben de koersen gedaan? Zijn er nog interessante nieuwsartikelen geweest die we kunnen behandelen in deze video? En ik probeer jullie natuurlijk weer iets bij te leren. En op vele verzoeken is dat vandaag aandelen verkopen. Ja, normaal richten we ons op de lange termijn, dus verkopen zit er van mij liefst niet in, zeg maar. Maar ja, het zijn nu natuurlijk heel rare tijden. Misschien hebben jullie posities die je graag wilt verkopen. Of wil je vast gewoon weten hoe het moet voor dat het moment dat het eraan komt, dat je dan in ieder geval weet dat je het snel kunt doen, zeg maar, op die manier. Dat gaan we dus behandelen in deze video. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van een passiefinkomen.nl. En voordat we aan deze video beginnen, heb ik nog een oproepje. Ben jij iemand die al lange tijd belegt en heb je misschien de vorige crisis meegemaakt? Of heb je de afgelopen jaren een kapitale fout gemaakt? Of heb je gewoon andere interessante ervaringen met beleggingen? En lijkt het je leuk om dit te delen met de kijkers van dit kanaal, zodat we er allemaal iets van kunnen leren? Stuur me dan een e-mail op het onderstaande e-mailadres info@eenpassiefinkomen.nl. Vertel daar een beetje bij welke ervaring je hebt, wat er is gebeurd, zodat ik een beetje kan inschatten van is dit interessant inderdaad om met heel veel mensen te delen. En dan kunnen we mogelijk telefonisch of via een videocall een interview doen. Of misschien kan ik er een blogartikel over schrijven of dat soort dingen. In ieder geval wil ik in contact komen met jullie op deze manier. Omdat we met ons dus best wel een community hebben opgebouwd van mensen waarbij we van elkaar willen leren. Van de ervaringen en fouten die de ene maakt tot de rest daarvan kan leren. Dus lijkt het je leuk? Zoals gezegd, stuur een e-mail naar info@eenpassiefinkomen.nl. En misschien maken we dan wel een leuk interview onderdeel met jou. Maar laten we dan even gaan kijken naar het laatste nieuws en de koersen van vandaag. Nou, vandaag was een heel erg goede dag. Alles was groen, niet alleen in Nederland de AEX, maar eigenlijk in Europa en ook net in Amerika staat alles in het groen. Dat zagen we natuurlijk eigenlijk gisteren al toen er veel nieuwe maatregelen waren en nog veel geld beschikbaar kwam natuurlijk. Ja, dat zet zich vandaag gewoon voort en zoals gezegd, eigenlijk alles staat wel in het groen. En dan hebben we deze week eigenlijk best goed gedaan. Want waar we vorige week op de AEX nog een verlies hadden van 18,5%, gaan we deze week waarschijnlijk net in de plus eindigen. Ja, dat wil niet zeggen dat we aan het einde van de crisis zijn. Er is gewoon in één keer een goede week tussendoor. En kijk ook naar een paar stijgers van vandaag die opvallen. Dan zien we bovenaan natuurlijk ten eerste Grand Vision staan. Een aandeel dat ik eerder deze week al besprak, juist omdat het toen met meer dan 20% was gedaald. Nou, vandaag stijgt het 28,5%. Dat heeft ermee te maken dat het bedrijf heeft gezegd de overname die gepland stond en die van de week dus onzeker leek te zijn. Zij geloven nog steeds in dat dit wel gewoon doorgaat de komende tijd. En aangezien die overname tegen €28 per aandeel was, hadden we natuurlijk nog een hele dingen te gaan, zeg maar, tot dat bedrag. Nou, daar zien we in ieder geval vandaag dus bijna die 30% stijging vandaan komen. En ook Unibail Rodamco Westfield, geloof ik, doet het goed. Vastgoedfonds, ja, gisteren werd bekend dat ze natuurlijk genoeg geld hadden om deze crisis te overleven. Toen ging het gisteren al goed en vandaag zet die trend zich dus gewoon voort. Laat dan ook even drie nieuwsberichten weer bekijken, of eigenlijk twee nieuwsberichten en één ander belangrijk punt. Ten eerste over Duitsland. Want Duitsland heeft een noodfonds van €500 miljard tegen de coronacrisis. Nou, zoals gezegd, die 500 miljard die gaan ze gebruiken om bedrijven te helpen. Dat moet in ieder geval zorgen dat er faillissementen voorkomen worden. En eventueel gaan ze dit zelfs nog uitbreiden naar €700 miljard. En natuurlijk is dat heel veel geld voor de Duitse economie. Dat is ook heel erg belangrijk, want de Duitse economie is gewoon heel erg groot. De grootste van Europa. Dus als het daar goed gaat, of juist slecht gaat, heeft dat heel veel impact op de rest van Europa. Minder positief nieuws zien we dan bij de restaurant Vapiano. Want zij hebben mogelijk een bijna bankroet na de omzetklap door corona. Vapiano heeft het lastig, dat is al een tijdje zo. Maar zeker de laatste tijd valt de omzet weg, omdat de winkels dus gesloten zijn. En ze zeggen zelf dat als ze geen steun vanuit de overheid krijgen, ze binnenkort failliet gaan. En dit soort nieuwsberichten zullen we waarschijnlijk de komende weken of maanden vaker gaan zien. Dat er bedrijven zijn die bijna failliet gaan of gewoon failliet gaan vanwege corona. Dat heeft ermee te maken dat er heel veel bedrijven zijn die dit soort situaties gewoon niet kunnen overleven. Ze hebben niet genoeg reserves om in korte periodes zoals deze op te vangen. Ook al komt er hulp vanuit de overheid, die zal niet meteen morgen beschikbaar zijn. Ook daar is natuurlijk bureaucratie. Of is het misschien niet voldoende om dit soort dingen tegen te gaan. Dus ga er zeker van uit dat dit soort nieuwsberichten nog vaker voor kunnen komen. En wat ik al eerder deze week zei, koop dan niet aandelen van bedrijven die in één keer heel erg hard gekelderd zijn. Want het wil niet zeggen dat als een aandeel nu 80% daalt, dat in de toekomst 80%
weer gaat stijgen naar het oude niveau. Het kan ook zomaar zijn dat het verder daalt en in dit geval, zoals bij Vapiano, misschien wel failliet gaat. Dus doe je onderzoek, kijk naar de balans van deze bedrijven, naar de activiteiten en schat dan in wat de kansen zijn om deze crisis te overleven. En het laatste puntje, kijken we even naar enkele belangrijke cijfers die er komende week aan zitten te komen. Want kijken we naar iex.nl en dan rechts op de website zien we eigenlijk de agenda staan. De agenda dus voor volgende week. En dan zien we een paar dingen die best wel belangrijk zijn, denk ik, voor de komende week. Ten eerste zien we het consumentenvertrouwen. Nou, daar wordt een flinke daling verwacht van min 14. Consumentenvertrouwen is natuurlijk heel erg belangrijk voor de economie en dus voor beurskoersen. Dus ja, als dat slecht is, wat wel de verwachting is dus, kan dat zomaar grote negatieve impact hebben op de koersen. Kijken we vervolgens naar de inkoopmanagersindexen. Ook daar komen verschillende landen mee. Dit meet eigenlijk de activiteitsniveau van inkoopmanagers in de productiesector. En het geeft dus eigenlijk aan of we progressie hebben of in een recessie zitten. Alles onder de 50 is in principe een recessie. Nou, en eigenlijk was dat overal wel een beetje de verwachting. Hetzelfde geldt eigenlijk voor services. In plaats van dus productiesector gaat het over services. Dit is over verschillende landen die het trouwens aangekondigen, zoals Duitsland, Frankrijk, Engeland, de hele EU. Maar ook de VS komen deze cijfers uit. En als laatste komen ook aan het einde van de week de olievoorraden. Dat kan natuurlijk ook grote impact hebben op de prijs van olie. En dat heeft natuurlijk ook weer impact op de economie. En zeker op bepaalde aandelen zoals Shell. Dus al met al best wel veel belangrijke cijfers die eruit komen de komende week. Die bekend worden. En die dus best wel grote impact kunnen hebben. Wat die impact precies is, ja, dat is natuurlijk altijd gissen. Dat kan ik niet van tevoren al zeggen. Maar aangezien we natuurlijk hier al veel negatieve verwachtingen zien, is natuurlijk heel erg de verwachting dat gewoon de beurs volgende week stukken slechter gaat presteren als deze week. Dus dat we echt al flinke dalingen zullen zien. En dus moet je niet denken omdat deze week de AEX met een plus eindigt dat we de crisis alweer voorbij zijn. Dat het nou weer omhoog gaat. Nee, er zijn gewoon van dit soort momenten in een crisis dat er bepaalde dagen, misschien bepaalde weken, gewoon heel erg goed doen. Maar over het algemeen zullen we een dalende trend hebben die nog wel een tijdje aanhoudt. En af en toe afgewisseld wordt met dit soort weken waarin het wel goed gaat. Het zal echt nog wel een tijdje duren. Dan moeten er heel wat economische dingen veranderen. De coronacrisis moet gewoon eigenlijk voorbij zijn. Wil het weer beter gaan worden en verwacht het gewoon eigenlijk niet binnen kwartaal 2 eigenlijk. Pas op dat moment kunnen we pas een beetje een inschatting gaan maken wat de effecten zijn en hoe lang het gaat duren. Voordat we verder gaan dus naar het kijken van het aandelen verkopen, hoe we dat gaan aanpakken, wil ik je vragen. Vind je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Dan weet ik welke onderwerpen jullie leuk en interessant vinden. Kan ik daar meer video's over maken? En het helpt natuurlijk het YouTube-kanaal dat meer mensen deze video te zien krijgen. En op die manier kan ik natuurlijk ook weer meer mensen helpen met mijn video's. En wil je zelf nog meer video's zien? Ik maak elke week normaal gezegd 2 video's in de week over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus klik hieronder op abonneren. Klik op het bel-icoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. Dan gaan we nu dus verder met het stukje van aandelen verkopen. Want ik heb het op dit kanaal natuurlijk heel erg vaak over aandelen kopen. Ik heb een lange termijn visie. Ik koop vooral aandelen nu. Met de intentie om ze lange tijd te houden en pas over 10, 20 jaar te verkopen. Maar het kan natuurlijk zo zijn dat jij een andere visie hebt. Dat je bepaalde aandelen nu graag wel wilt verkopen of dat je vast voorbereid wilt zijn. Dus daar gaan we nu naar kijken. En dit onderdeel is ook op verzoek van enkele kijkers. Dus heb je nog vragen of opmerkingen, laat ze ten eerste achter in de reacties onder deze video. Maar ook via Instagram krijg ik veel vragen of opmerkingen. Het account is @eenpassiefinkomen. Daar post ik natuurlijk veel content. Maar op die manier kun je natuurlijk altijd in contact komen met mij, vragen stellen. En zoals je ziet ga ik die dus verwerken in deze video. Maar laten we dan even overstappen naar de computer, zodat ik mijn account van de Giro kan laten zien. Niet alleen heb je dan de actuele status van mijn beleggingen bij de Giro, maar ik kan je ook laten zien hoe ik aandelen verkoop. Oké, we zijn nu ingelogd bij de Giro en daar staat eigenlijk meteen een nieuwsbericht voor je klaar. Ik zal hem even laten zien hier, de update over de klantenservice. Dit heeft natuurlijk mee te maken omdat het heel druk is. Er is van alles te doen op de beurs, dus de klantenservice, de tijd waarop ze reageren neemt toe. En zoals ik eerder al zei, ook als je je eigen wilt aanmelden, een account aan wilt maken, kan dat wel langer duren dan dat je gewend bent. Dus zoals gezegd, als je een account wil aan gaan maken om eventueel binnenkort pas te beginnen met beleggen, maak gewoon dat account vast aan. Dan ben je in ieder geval vast voorbereid en dan ben je dus klaar voor als je echt een aandeel wilt kopen, dat je het ook kunt kopen. Laten we dan even gaan kijken naar de markt en dat bedoel ik eigenlijk, moet ik zeggen, de portefeuille van mij. Vandaag zien we, even kijken waar we de dag zien. We zien hier in deze kolom de dag. Eigenlijk alles staat wel een beetje in de plus, zie ik. Al doet alleen Facebook en Visa het vandaag wat minder. Toen ik straks keek, stond eigenlijk alles in de plus. Alf heeft het vandaag heel erg goed gedaan. Even kijken waar Tesla staat.
een beetje teruggevallen. Was straks ook plus 10%. Maar op het algemeen zien we nog steeds een plus van nu 400 euro. Dus dat op zich wel prima in een tijd zoals deze. Maar we wilden in deze video natuurlijk gaan kijken om een aandeel te verkopen. Dus ja, we gaan automatisch kijken naar het portefeuille, de aandelen die we hebben. En stel, ik zou op een of andere reden een aandeel Beyond Meat willen verkopen. Dan kan ik hierop klikken om naar het aandeel te gaan. Ik kan de koers kijken. Ik kan wat informatie zien. En eventueel dan hier rechtsboven beslissen om een aandeel dus te kopen, maar dat willen we in dit geval niet. We willen het gaan verkopen. Dan zou ik daarop klikken en dan komt hier dit minuutje. Maar weet je het eigenlijk al zeker en zit je in je portefeuille op deze manier? Je kunt ook gewoon meteen op de V van verkoop klikken. Dan komt hetzelfde eigenlijk hier rechts te staan. En waar je normaal bij ik koop dit allemaal in zou vullen, is eigenlijk hetzelfde bij verkoop. Je kunt zeggen ik wil een bepaald limiet instellen. Het aandeel staat nu op zeg maar $60.62 en ik zou het graag als het daalt naar $62 willen verkopen. Hoeveel aandelen wil ik dan verkopen? Ik heb hier, even kijken, 5 aandelen. Even kijken waar ik het kan zien, waar mijn positie is. Oh, hier onderaan, huidige positie, 5 stuks. Maar ik wil bijvoorbeeld maar 1 aandeel verkopen. Ik kan ook zeggen ik wil alle aandelen verkopen. Dan krijg ik er in totaal zoveel euro voor. Maar dat is dus alleen, wordt het verkocht als het $62 aantikt. Je kunt ook zeggen van ik wil het verkopen als de koers nog verder daalt vandaag. Dus ik kan zeggen bij $58 wil ik mijn aandelen verkopen. Haalt hij die prijs niet, dan worden ze vandaag niet verkocht. Want we zien hier ook staan dagorder. Dus de order die ik nou in zou vullen, die is alleen voor vandaag geldig. Wil je nou dat het langer geldig is, dan kun je doorlopende order doen. Het kan natuurlijk ook zijn dat je wilt zeggen van ik weet al dat ik ze ga verkopen. Ik wil ze per se nu zo snel mogelijk verkopen. Dan ga je naar een market order. Zoals je dan ziet kun je dan niet de prijs invullen. Want je gaat hem gewoon verkopen tegen de prijs die nu op de markt geboden wordt. Ja, die ligt dus op deze prijs, $60.58. Je kunt alleen je aantal aangeven. En dan zeg je bijvoorbeeld, ik wil 5 verkopen. Dan kun je zeggen, plaats order. En op dat moment wordt je order dus vervuld. En ga je eigenlijk direct je aandelen verkopen tegen de prijs die iemand anders bereid is ervoor te betalen. En als dit dus is zoals jij het wil doen, dan klik je op plaats order. Dan komt er eigenlijk nog een keer een controlescherm van, ja, ik wil er 5 verkopen. Een market order, die is vandaag geldig. Dit is de huidige bied en laat, dus dat is ongeveer wat je ervoor zult gaan krijgen. En eventueel ook de kosten die erbij behoren bij de verkoop. In Amerika is het standaard 50 cent plus een percentage van de waarde van de verkoop of aankoop. Het zijn eigenlijk dezelfde tarieven als wanneer je een aandeel gaat kopen. Dus ja, geen aparte tarieven staan hier gewoon vermeld. En dan kun je zeggen, ja, ik ben het hiermee eens, ik bevestig het. Verkoop maar of annuleer het maar, ik hou ze toch nog liever. En op deze manier kun je dus eigenlijk vrij simpel met een paar muisklikken gewoon je aandelen verkopen. Nou, ik laat het in dit geval zien bij de Giro, omdat de Giro mijn favoriete broker is. En niet alleen voor mij, ook de meeste mensen in onze community gebruiken de Giro. Maar het werd eigenlijk gewoon hetzelfde bij andere brokers. Hetzelfde als een aankoop. En over al die aankopen heb ik al een video gemaakt. Dus kijk gewoon de video's op mijn kanaal over bijvoorbeeld FlatEx, over andere brokers. En draai het gewoon een beetje om. In plaats van dat je dus in de koopgedeelte zit, ga je naar de verkoopgedeelte. En is eigenlijk de stappen die je dan moet doorlopen hetzelfde. En mocht je dus nog geen account hebben bij de Giro of bij elke andere broker, maak dan alvast een account aan, zoals gezegd. Ik gebruik in dit geval de Giro. Het is gewoon een heel erg goed platform. Het is een Nederlandse broker met lage kosten. Heel erg interessant in ieder geval om te beginnen. Ook zeker voor de lange termijn. En dan ontloop je in ieder geval die lange wachtrij als je nu alvast een account hebt gemaakt. En zoals gezegd, een link naar al deze brokers vind je in de beschrijving onder deze video. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Bedankt weer voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Zoals gezegd, weet ik dan welke onderwerpen jullie leuk vinden, dat ik dan meer video's over kan maken. En meer mensen krijgen deze video te zien, dus dat is goed voor het YouTube kanaal. Volgende week maak ik ook weer nieuwe video's. Niet meer elke dag. De planning is op maandag, woensdag en vrijdag een video uit te brengen. Het kost namelijk gewoon heel erg veel tijd om deze video's te maken. En er is niet altijd nieuws om zeg maar altijd iets te vertellen. Natuurlijk als er belangrijk nieuws is, ga ik dat wel in die video's verwerken. En wil jij die video's dus niet missen en ben je nog geen lid van het kanaal, klik hieronder op abonneren, klik op het bel-icoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. En dan zie ik je graag in de volgende video terug.